Hey, en leuk dat je kijkt voor de derde keer hier op het Zultrex, de enige echte. Nou, we zijn voor de derde keer zijn we in Rotterdam. En we zijn voor de derde keer zijn we op, lopen we hier op een brug. Lopen we. En we zijn eindelijk na een heleboel maanden, eindelijk hè, we zijn er weer jongens, op de... Kermis! Kermis! Godverdomme, ze doof eenden kweken! Zo, dat heb ik nou gemist al die maanden. Ik heb lekker even losgaan. Nou, mijn camera doet het weer lekker. Oh, het is altijd. Ik moet hem niet meer formateren. Dit heb je dus als je formateert. Dat had ik de tweede keer had ik dat ook. Dan was ik aan het formateren. Ik moet die kaart elke keer formateren. En dat doet die kaart niet echt goed. Maar we zijn in ieder geval weer met. Ricardo. En we zijn met. Is Urge. Nou. Ja, het schijnt een of andere kinderkermis te zijn. Maar nou had ik. Voordat we gingen kijken. Voordat we hier naartoe gingen. Heb ik gekeken, maar. Het schijnt nog wel een fucking grote kermis te zijn ook. Nou ja, groot. We gaan het eigenlijk wel volgen. Maar hierachter is het. Ik ga naar binnen toe. Om de trein, hier staat een hek. Volgens mij lopen we de verkeerde kant op. Hier is een hek, we moeten de andere kant op, hè? Oh. Nou, ik hoop dat die kutcamera het blijft doen. Want het zou wel even... Oh, je moet hier langs. Nou, tot zo.
Yeah!
Voor mij is dit echt een nieuwe attractie. Lord of the Living Dinosaur. Mooi dingetje. Ja, is echt mooi. Heel mooi gedecoreerd. Ja, die had ik net al een foto van gemaakt. Of een foto van gemaakt. Ja, het is echt mooi hoor. Hey. Wauw. Super testig. Mooi. Mooi. Mooi aanwezig. Let's go on the Dit was er weer voor vandaag, jongens. Ja, ik vond het. Het was nog niet echt mijn kermis, was het. Het was niet echt mijn kermis. En hoe heet dat? Ja, het was ook fucking koud. Ik heb echt mijn klauwen vriezen de kant af, man. Godverdomme. Ik denk dat ik een kombuisje ben geworden, want hij is gewoon naar binnen geslagen. Jee, wat koud, man. Dus nou, we gaan in ieder geval weer er vandoor. Dit was in ieder geval de eerste kermis. Ja, over een paar maanden dan komen die grote kermissen weer. Dan is het een stuk leuker. Dus ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. En Ger. Ja. Ger van Leeuwen. Ja, it's all Ger en it's all Tracks. Abonneer even. En abonneer ook even op RVL 1993 0181. En dan zie ik jullie bij de volgende kermis. Groetjes, doei! Koud! Oh, dat is eigenlijk een beetje hard. Doei!